het ontzettend leuk dat ik hier wat mag vertellen over mijn proefschrift en het onderzoek waar ik 4 jaar lang met veel plezier aan gewerkt heb. Vaak wanneer ik mijn onderzoek moet uitleggen, begin ik met het voorlezen van een kort fragment uit de roman The Circle van Dave Eggers. Ik heb de roman op dit moment niet bij de hand, dus ik zal jullie kort vertellen wat er in dat fragmentje gebeurt. En qua achtergrond, The Circle is een groot bedrijf waar mensen werken en allerlei applicaties ontwikkelen om het leven van mensen zogenaamd beter en makkelijker te maken. En in het fragment dat ik wil gebruiken, ontmoet de hoofdpersoon May een jongetje, Michael, van 1 jaar of 2. En Michael draagt een horloge. En dat horloge is bijzonder omdat het taalaanbod wat Michael op een dag hoort, monitort. Dus het telt en categoriseert de woorden die Michael hoort. En het idee daarachter is dat wanneer Michael maar voldoende woorden hoort, hij vanzelf zijn taal zou leren. Nou, en ongeacht of je het er nu mee eens bent of zo'n horloge een goed idee is, laat het fragment wel heel goed zien dat kinderen veel en gevarieerd taalaanbod nodig hebben om hun taal te leren. En dat leren van de taal lijkt vervolgens bijna vanzelf te gaan. Onbewust pikken kinderen bepaalde patronen die ze in het taalaanbod horen op. Om een voorbeeld te geven, we zeggen heel vaak, hij fietst naar school, hij danst op maandag en hij loopt naar huis. Het patroon dat kinderen hierin kunnen ontdekken is dat een tweede persoon enkelvoud, hij, gecombineerd gaat in de tegenwoordige tijd met een T aan het einde van de werkwoordstam. Hij danst, hij fietst, hij loopt. Dus kinderen ontdekken een patroon dat er een samenhang is tussen het persoonlijk voornaamwoord dat je gebruikt en de vervoeging die je gebruikt aan het einde van het werkwoord. Nou, en deze manier van leren of patronen ontdekken wordt statistisch leren genoemd. En in mijn proefschrift heb ik gekeken naar een groep kinderen waarvoor het leren van taal niet zo vanzelfsprekend is. Dit zijn kinderen met een TOS, oftewel een taalontwikkelingsstoornis. En deze kinderen hebben heel veel moeite met het leren en gebruiken van taal zonder dat er eigenlijk een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor is. Dus ze hebben bijvoorbeeld geen gehoorverlies, het is niet dat ze tweetalig of meertalig zijn, ze hebben geen cognitieve stoornissen, ze hebben geen lage intelligentie, maar op de een of andere manier krijgen ze die taalregels en het gebruik van taal niet goed onder de knie. En in mijn proefschrift heb ik gekeken of dat zou kunnen komen doordat zij minder gevoelig zijn voor dat soort patronen in taalaanbod dan kinderen zonder een TOS. En we hebben dat gedaan doordat zowel kinderen met als zonder TOS luisterden naar een niet bestaande taal. En de taal bestond uit zinnen als tep, wadim, lut, sot, kasi, mip. En er zat een patroon in verstopt, maar de kinderen wisten dit niet. En het patroon was dat het eerste woordje voorspelde het laatste woordje. Dus was het eerste woordje tep, dan was het laatste woordje lut. Was het eerste woordje sot, dan was het laatste woordje mip. En we vonden achteraf dat na ongeveer 20 minuten luisteren kinderen zonder TOS dit patroon ontdekt hadden. Kinderen met TOS hadden het patroon niet ontdekt. Ze hadden dus meer moeite met het ontdekken van die regelmatigheden of patronen in het taalaanbod. En dat laat dus zien dat die kinderen problemen hebben met statistisch leren van regelmatigheden in taal. Vervolgens hebben we ook gekeken hoe dat zit als kinderen regelmatigheden of patronen moeten ontdekken in niet-talige stimuli. En dat is interessant omdat er binnen de taalwetenschap een lange discussie gaande is of we taal nu leren met een leermechanisme dat specifiek is voor het leren van taal of een meer breder leermechanisme dat we ook gebruiken voor het aanleren van andere cognitieve vaardigheden of bijvoorbeeld fietsen en veterstrikken. Dus de kinderen deden niet alleen een talig spelletje, maar ze deden ook 2 andere spelletjes waarin ze niet-talige patronen moesten ontdekken. Dus bijvoorbeeld, ze zagen een aantal aliens en die aliens verschenen 1 voor 1 op het scherm. Maar zonder dat de kinderen het wisten, verschenen ze altijd in een vaste volgorde van 3 aliens. En achteraf keken we dan of de kinderen ontdekt hadden welke aliens bij elkaar hoorden en welke aliens niet. En hier vonden we dat kinderen met TOS wel gevoelig waren voor de patronen. Dus in niet-talige stimuli lukte het ze wel om patronen te ontdekken. Dus uiteindelijk concluderen we dan ook dat kinderen met TOS een talig statistisch leerprobleem hebben. In talige stimuli hebben zij meer moeite met het ontdekken van patronen, wat natuurlijk samen kan hangen met het leren van taal, maar in niet-talige stimuli hebben ze dat niet. En dit verschil is een ontzettend interessant startpunt voor weer verder onderzoek.